Hallo, welkom bij deze tutorial voor treinsignalen. De volgende twee zijn nog heel even in het Engels. Welcome to this tutorial for train signals. If you want to follow this tutorial and Dutch isn't your strongest language, you could turn on subtitles and still follow us. So the rest of the tutorial is going to be in Dutch. So we gaan verder in het Nederlands. En ik kreeg een app van Toddler King. En hij is de oom van een. En zijn neefje van 7. Die wil graag weten hoe treinsignalen. Want die is ook begonnen met Workers and Resources. Hoe treinsignalen werken. Maar het blijkt dat er geen enkele tutorial in het Nederlands is. Of een let's play of whatever. Dus dit is een tutorial in het Nederlands. En nou, zullen we meteen maar beginnen? Want wat heb ik hier gemaakt? Ik heb hier twee stations gemaakt. En we hebben hier een heleboel treinen. Nou, en als wij hier de treinen op gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, we gaan van A naar B. Daar naar hier. Zoiets. En dan zul je zien, je kunt er maar twee op doen. En dan gaan we heel langzaam gaan we dat uitbreiden. Eventjes dit kopiëren zo. Oké. En dan kunnen we zeggen, nou jij gaat. Go. En jij gaat go. Maar de volgende, dan zullen we het even op play doen hier. De volgende, die zal altijd zeggen, ja, ik kan er niet op, want mijn baan zit vol. Behalve als deze daar zijn, dan zal de volgende trein hier gaan staan. En dan zit het vast. Hè, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En daarom zijn er natuurlijk al deze signalen. Nou, even kijken, ga je iets verder. Dat ik geen last van je heb. Zo, ongeveer hier. Stop maar eventjes. Nou, je hebt eigenlijk maar twee signalen. Eén is het gewone semafoor. Laat ik het even anders uitleggen. Laten we gaan kijken hoe we hier de kruising gaan maken. Nou, ik ga eerst een mixed signal plaatsen. Ik ga zo meteen even vertellen wat dat is. Even kijken. Dit zijn de mixed signalen. Omdat ik eventjes... Ik wil eventjes af van deze boom hier. Die zitten mij een beetje in de weg. Ik ga ze hier weg. Zo, ja, oké. Nou, dan gaan we een kruising maken hier. En ik ga zo meteen echt uitleggen wat ze zijn. En dan ga je hier, ons eerste change signaal. Een change signaal zijn alle signalen die, twee van deze pijlen hebben. Twee van deze dingen. En dat zegt eigenlijk van nou, een trein kan pas doorgang hebben als dit baanvak hier vrij is. En het baanvak daarna. Twee baanvakken. Nou, als je hier bijvoorbeeld met je trein aan zou komen, hier. Nou, dan zou je willen dat dit vrij is. En dat één van deze sporen vrij is. Dus daarom twee signalen. Op het moment dat je hier bij het signaal komt, waar deze maar eentje is, hoeft alleen maar het spoor vrij te zijn. Maar als je met je trein hier staat en je wil weg, dan wil je dat dit baanvak vrij is. En het baanvak daarna. Dus we moeten dan hier eentje ook weer hebben. Om dan te zeggen, nou ja, als ik hier ben met mijn trein, dan is dit de ingang. Want de richting staat die kant op. En dit de uitgang, de richting staat die kant op. Je kunt ze ook allebei, maar ik heb meestal rechts die kant en rechts die kant en links die kant. Dus eigenlijk zeg je met die twee van nou, ik ga pas rijden als dit vrij is en... En hier. Nou, dan gaan we aan de andere kant ook even zo opzetten. Dan gaan we dus nog een keer. Mix signalen. En dan je kunt hier naar rechts dat je zo'n groen puntje krijgt. Dan weet je van nou, oké, dat is goed. Oké. Dan gaan we weer een kruisingje maken. En een change signaal aan deze kant. Ik kom zo ook nog op de kleuren terug trouwens. En dan... Die kant op. Dus een trein komt hier aan en dan moet dit baanvak vrij zijn en dit baanvak. Nou, dan hebben we eigenlijk al drie van de vier uitgelegd. Laten we op play gaan klikken eventjes. Nou, en dan zullen we zien dat deze trein zou ik even moeten omdraaien. Oh nee, dat gaat wel goed. Oké. Dan zal het waarschijnlijk vanaf nu goed gaan, want ze moeten altijd even wennen als er dingen zijn veranderd. Kan je nu zien dat er eentje voorrang krijgt. Die krijgt er voorrang. Laten we even een beetje sneller gaan. Zo. En deze die gaat pas rijden als dit baanvak, wat helemaal tot de andere kant is,
rij is. Zie, daar gaat de optie nummer 2 rijden. Even wachten. Nou, dit werkt prima. Nou, we kunnen eens kijken. Zet er een trein extra op. Hoppakee. En dan gaat deze ook weer. Deze kan pas rijden als er eentje hierop zit. En eigenlijk kan die pas rijden nu. Als deze dus van de baan is. Even kijken of we dat eventjes... Als ik nu nog een trein zou toevoegen, dan zouden alle baanvakken bezet zijn. En je moet altijd alle baanvakken min 1 hebben. Of min 2 eigenlijk. Omdat het anders niet meer rijdt. Dan heb je een zogenaamde deadlock situatie. Dus alle treinen op elkaar wachten. Dat zal nu niet zo interessant zijn. Maar goed, we hebben nu dat we er 3 kunnen laten rijden. Nou, dan doe ik hem even op play. Dan zou het eigenlijk wel prettig zijn als we er meer kunnen laten rijden. Want hier kunnen veel meer treinen op. Nou, daar komt het laatste. Dat is deze. Dit is eigenlijk een semafoor die gewoon wat voor gemak dient. Als ik hem hier zet, zou maar zeggen. Dan krijg ik daar een pijl die kant op en daar een pijl die kant. En dan kan ik wat hier. En dan krijg ik ze ook zo. Dus eigenlijk is het gewoon zodat het allemaal een beetje... gaat een beetje wat sneller. Zodat het allemaal een beetje wat makkelijker is. Nou, dan kan ik hier ook wel beginnen met de kleuren uit te leggen. Want we hebben nu 2 kleuren. Oranje. Oranje zijn goede kruispunten. Kruispunten, daar is niks mis mee. Blauw, je ziet een kleurverandering. Dat zijn gewoon van, nou, dit is 1 baanvak, dit is het volgende baanvak. En dat verandert qua kleur. Je ziet hier ook dat het van kleur verandert. Dat heeft niks anders te maken. Dat het gewoon beter visueel is, dat je echt de baanvakken beter ziet. Ik kan er wat meer treinen op gaan zetten nu. Wat is het? Visueel beter. Oh, wacht even. Weer even. Hold op. Die. Oké. Okay. Wat er ook kan, is een paars kruispunt. Dat ga ik denk ik zo meteen even laten zien. Als we iets meer weten van, nou ja, het aantal treinen wat er nu op zit. We kunnen het veel drukker laten zijn. Want je ziet dat hier veel meer treinen passen. Maar ik moet ook op een gegeven moment een beetje door blijven rijden. En dit is natuurlijk maar een vrij kort stukje spoor. Dus ja, wat ik nu ga doen. Ik wil eigenlijk nog een derde station erbij doen. Die ga ik hier ergens maken. Daar ergens. En dan ook een beetje verderop. En dan gaan we kijken als we hier een dikke kruising hebben. Hoe we dan de signalen moeten doen voor die kruising om goed te blijven werken. En ik ga jullie ook wat uitleggen. Over soms is het wit daar, wat dat nou betekent. En het is soms ook nog geel. En dat is ook weer iets. We hebben nog een. Even kijken, we hebben een paarse kleur, maar ook nog een groene kleur. En die groene kleur die ga ik niet laten zien, maar wel uitleggen. Soms kan dat gebeuren in je spel. Dus ik ga even wat treinen naar het depot doen, zodat ik een beetje makkelijk hier kan bouwen. En dan kom ik zo even terug. Zo, ik heb nu een extra spoorlijn, prachtig in het midden. Ik ga je even laten zien hoe je ziet ook hoe ik het mooi heb gemaakt hier. Dat was een leuke exercitie. Even kijken. Zo, hier. Nu zien we de kleur paars. Nou, de kleur paars betekent er is een kruising na een kruising. Je ziet hier een kruising. En de volgende deze kruising gaat direct over in deze kruising. Dat betekent kleur paars. En paars kun je eigenlijk niet hebben. Als ik hier nog een baanvak zou maken. Ik zal als ik even laat zien. Even kijken. Hier bijvoorbeeld dat we hier zeggen. Nou, die kant. En deze kant is die kant. Dan zie je hem in het oranje veranderen. Want nu hebben we niet meer een kruising naar een kruising. Want we hebben kruising daar. Baanvak daar. Kruising hier. Baanvak daar. Kruising daar. Dat is... prima, het is weinig ruimte. Ik zou het zelf iets verder uit elkaar doen, maar dit is prima. Nou, dan gaan we dus nu weer de semaforen bouwen. Stel, we komen vanaf hier. Dan willen we rechtdoor kunnen en we willen die kant op. Maar voor beide kanten geldt als mijn trein hier aankomt, dan moet dit baanvak vrij zijn en het volgende baanvak, want anders kan mijn trein nergens heen. Dus dan ga je hier een chain doen, namelijk... dit baanvak, de 2 dingen gaan voor dit baanvak is vrij en dit baanvak. Geldt ook voor hier. Dit baanvak is vrij en het baanvak daar moet vrij. Dan komen we vanaf deze kant. Zo. Rechts hier. We willen precies hetzelfde. Dit baanvak vrij en dan mag je gaan. Dus
ook een chain. Je kunt ook zeggen aan de rechterkant waar je ingaat een chain, waar je uitgaat een enkele. Nou, dat gaan we dus hier ook doen. Enkele hier, zo en een enkele hier, zo. Nou, nu zijn onze kleuren ook weer veranderd, want we hebben hier weer baanvakken en dit is het mooie oranje kruising, baanvakken, oranje kruising. Nou, moeten we nog hier ook zorgen dat de treinen in en uit kunnen. Dus dan gaan we hier weer een chain doen. Nee, sorry. Een mix doen, deze. Nu ga je weer naar het blauwe ding hier. Deze kant op. Nou, gaan we deze maken, de kruising maken. Een beetje lastig om zo voor naar achter te bouwen, vind ik zelf altijd. Liever vanaf hier, zo. Nou, en dan gaan we hier komen dus aan met de trein, zo. En dan gaan we hier een dubbele maken, zo. In een dubbele, uit een enkele. Nou, we hebben vrij korte treinen, dus we zouden kunnen overwegen om hier nog, ik doe het meer voor het oog, om op te laten zien dat je hier nog bijvoorbeeld zoiets kan doen. Dan kan hier een trein, er kunnen hier twee treinen zijn. Het is misschien een beetje kort dit hoor, want eigenlijk maak je de baanvak zo lang als je langs de trein. Dat is eigenlijk de stelregel een beetje. Nou, we kunnen hier denk ik nu gaan kijken of dit gaat werken. Laten we even op play dat dit even kan worden gebouwd. En dan gaan we de route van de trein veranderen. Want we gingen eerst, lijn gaan veranderen. We gingen eerst daarheen en dan daarheen. En nu gaan we daar. En dan willen we na dit platform, willen we eigenlijk ook nog hierheen gaan. Daar. Zo. En dan is de route veranderd weer. Oké. Dus laten we wat treinen gaan in actie gaan zetten. Dan had ik het ook nog over een versie groen gehad. Je kunt groen spoor krijgen. Laten we allemaal even eerst starten. Zo. Nou, hier gaan we iets problemen. Deze gaat weer terug. Ik moet even eventjes een beetje geduld hebben. Laten we even een beetje sneller gaan. Anders dan zit ik alles voor niks te doen. Jij kunt vastgaan. Jij kunt ook vastgaan. Jij kunt vastgaan. Oké. Dan hebben we er 5. Dan moet ik er zometeen nog een paar opzetten. Ik kan het over de kleur groen. Hier. Overigens zijn oranje kruisingen goede kruisingen. Ook omdat het onze kleur is natuurlijk. Een Nederlandse kleur. Een groene spoor kun je krijgen als een spoor bijvoorbeeld van hier gaat een kruising naar hier gaat een kruising. Dan is het de kleur van je spoor is dan groen. Of een andere kleur. Maar je kunt dan nog. Je kunt dezelfde kleuren worden in een verdere variant getoond. Als je niet auto bouwt, maar als je als het geplande sporen zijn. Die je met het bouwen van resources zelf gaat maken. Even kijken, ik wil er nog wat meer treinen op doen om te laten zien dat meer treinen mogelijk zijn. Dus dan moeten we meer treinen kopen. We hebben een diesel en we hadden de speed 5, zoiets. Passenger en ik had nog een andere, welke had ik nou? Oh ja. 5. Even kijken, zo. En dan wil ik jou even hebben. Deze schedule graag naar deze treinen, zo. Het is wel veel makkelijker om in het Nederlands op te nemen, merk ik. Want ik hoef niet meer naar woorden te zoeken. Het scheelt heel veel. Nou, ik ben hier weer wat extra treinen erop aan doen. Zo. Nou, hier gaat die mis. Jij moet omdraaien. Gaan we even naar je depot toe. Zo ja. Kom. Ja. Moet ik even wachten nu hoor. Want ze moeten even weg hier. Omdat er ook niet eentje aankomt. Zo. Oké.
laatste nog. Even weghalen. Zo. Nou, we hebben er 10 treinen nu op. En het is vrij druk. Ze zullen op een gegeven moment wel een beetje gaan uit. Maar ze zullen altijd wel iets wachten, denk ik. Nou, dan kan ik een beetje uitleggen wat die witte kleur is van stoplichten. Kijk, soms dan zie je, laten we wel verwachten, want nu natuurlijk niet. Blauw is, ik zie een route. Hier zie je blauw. En wit is, ik zie een route, maar er is een andere trein op dezelfde kruising, maar die, ik heb er geen last van. Je ziet dan steeds de witte dingen van, nou ja, ik zie dat er een route is, maar er is wel een trein op de kruising, zou ik maar zeggen. Nou, we zien nu al een beetje, het is wat aan de drukke kant, want er wordt her en der gewacht, dat klopt. Maar we hebben op dit hele korte stukje 10 treinen. Het is natuurlijk om te laten zien als je veel langere afstanden hebt. En ik denk dat dat een beetje is wat er is. Laten we nog heel even over, want je hebt eigenlijk maar 2 signalen. Eentje zijn die met die enkele, die alleen naar het volgende baanvak kijken. En 1 is degene met een chain die naar de volgende 2 baanvakken kijk. En dit zijn eigenlijk de gemixte varianten ervan. Die en degene waar je makkelijk dit eventjes kunt doen. Dat je zo, zeker over langere afstanden, kun je gewoon tjak, baanvakken maken. Nou, ik hoop dat ik je alles goed heb uitgelegd eigenlijk. Ik hoop, als je vragen hebt, dan vraag het natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat je het spel zo leuk vindt en zo leuk met je oom het over kan hebben. Ik wens je heel veel plezier met het spel. En dus wat ik zeg, als je nog vragen hebt, volgens mij heb ik alles nu met je uitgelegd. Ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Doeg! Oh. Nog heel even terug. Niet doeg. Ik ga een versie van deze, die ga ik uploaden ergens, zodat jullie ze kunnen downloaden. En dan kun je zelf ook even kijken hoe dit precies gaat en hoe het werkt. Trein erbij, trein eraf. En de link daarvan zal ik bij de video description eventjes erbij doen. Nou, veel speelplezier. Doei doei!